De gemeente Mook en middelaar stelt het Mookse bedrijf Coating een dwangsom in het vooruitzicht als het bedrijf de geluidsoverlast niet vermindert. Vanaf 1 juli 2018 moet 10.000 euro worden betaald per keer dat de geluids- en gedragsvoorschriften uit de vergunning worden overschreden. Er werd onder meer geconstateerd dat er met een heftruck werd gereden op een tijdstip dat niet was toegestaan. Gelijk met de verscherpte controle vinden ook gesprekken met Coating plaats. Het bedrijf heeft zelf een plan van aanpak gemaakt om structurele verbeteringen door te voeren aan de bedrijfsvoering, het gebouw en het terrein. Inwoners en belangstellenden worden daarover binnenkort geïnformeerd in een inwonersbijeenkomst.